daar zijn we weer voor een nieuwe challenge. En ik zal hem eerst even uitleggen, want het is een soort bootcamp challenge. Je hebt dit formulier ook nodig. Die komt straks in de bijlagen als je het zoekt. Hier staat ook alles op qua getallen, want je hebt natuurlijk ook een dobbelsteen nodig zoals je ziet. En een springtaal. Wij gebruiken er ook een app bij. En dat hoeft niet, maar het mag wel. Maakt het wel leuk. Want dan kan het soms zijn dat je 3 keer achter elkaar een opdracht moet doen. Alle opdrachten die we moeten doen, moeten we 30 seconden doen. En dan gaan we weer opnieuw dobbelen voor een nieuwe oefening. 30 seconden? 30 seconden. Joepie. De app die we gaan gebruiken, die heet MyNemo. Ik kan hem even laten zien, zodat we weten welke het is. Ik had hem al geopend, maar de app die we gebruiken is MyNemo. Dit is de app die we gebruiken. Ik klik erop. En zoals je ziet, we kunnen hem even voordoen. Wij kunnen bepalen wie er straks aan de beurt is. Dus we zetten onze hand erop. En de kleur die blijft staan, die moet de opdracht uitvoeren. Dat is dus hier vandaag. Dat ben ik dus vandaag. Oké, ga ik eerst dobbelen. En ik heb 5 gedobbeld. Dat betekent dat ik de wall sit moet doen. Dus de wall sit doen we dan 30 seconden. We zullen het nou niet zo lang doen, want dan kunnen we het nog een keer laten zien. Maar we dagen jullie uit om het vooral vol te houden. En misschien moet je daarna wel nog een keer. Nou, juf Willeke. Zal ik even gooien? Dobbel jij voor de volgende opdracht. Wall sit. Wie moet hem uitvoeren? Die app hoef je dus niet te gebruiken. Maar is wel leuk. Ja. Oké, uitdaging. 30 seconden. Zorg dat je recht zit. Het is net Expeditie Robinson, hè? 30 seconden blijven zitten. Dus je komt goed aan het werk. Zeker. Zal ik nog een keer gooien? Gooi jij nog een keer. Nummer 1. Jumping jacks. Oh, ik voer hem al uit. Heel goed. Maar dat hoeft dus niet. We doen hem nou lekker om de beurt. Je kunt dus de app gebruiken. Zal ik nog een keer gooien? Laatste keer. Alweer de wall sit. We gaan even wat anders gooien. Willeke. 3. De squat. Oh, dat is echt mijn favoriete onderdeel. Armen vooruit en probeer zo diep mogelijk te gaan zitten. En blijf ook even zitten 30 seconden lang. Ah, dat hoeft niet. 30 seconden zitten. Wel even 3 tellen. Vasthouden en weer omhoog. Zakken, vasthouden en weer omhoog. Nou, we dagen jullie uit. Zet hem op. De bijlagen zullen we jullie sturen.